het maken van keuzes is... De situatie waar je nu in zit is een optelsom van de keuzes die je in het verleden hebt gemaakt. Goed of slecht. Dus misschien heb je een fantastische situatie en denk je, ja, goed gedaan, je hebt heel veel goede keuzes gemaakt. Misschien zit je midden in de shit nu. Oké, je hebt een aantal verkeerde keuzes gemaakt. En zelfs dan als je dingen zijn overkomen, 99,9% van de gevallen, is dat ook een optelsom van de keuzes die je daarvoor in het verleden hebt gemaakt. Op het moment dat je volledige verantwoordelijkheid durft te nemen over alles wat er gebeurt, en tuurlijk zijn er uitzonderingen, maar op het moment dat je de verantwoordelijkheid durft te nemen en het terug kunt herleiden in, bijvoorbeeld, ja, ik heb het gewoon niet. Ondernemers die verkeerde mensen aantrekken, verkeerd personeel hebben en die genaaid zijn of beroofd zijn of wat dan ook, door bijvoorbeeld dat personeel. Ja, je kunt heel boos blijven forever op dat personeel. Je kunt denken, ja, misschien had ik toch iets beter moeten screenen. Misschien ben ik toch iets te overhaast. Op het moment dat je je verantwoordelijkheid neemt, heb je vrijheid.